Geseer, Nee Raten, Bodie Bakker. Voor Neil Noord van Geslaagd, Leggen Dabbelbie, Bart Bakker. Voor de BMX Greenhoppers, het Groenlo, Jesse Toussaint. Voor All Stars BMX, Jason Noordam. Voor het Delft BMX team, Guus van der Einde. Voor Nuland, Jan Kraus. En last but not least, voor FC West Volko, Luc Cadé. Succes. Oh, zijn we onderweg hoor. Eens even kijken wie er goed vertrokken is. Jan Kraus lijkt goed weg. Het is de Big Green op die niet goed vertrokken is. Jesse Toussaint, hij in de blurring dus. Het is Nuland aan de leiding. Jan Kraus, hij heeft daar een hele goede start. Luc Cadé gaat goed meekomen. Geldt trouwens ook voor Guus van der Einde. Van der Einde op die derde plaats. Achter Cadé. Cadé is op die tweede plaats. En Jan Kraus, oh, de prachtige sprong hier. Jan Kraus voor Nuland. Schitterend. En wat een man. Cool. Het is de nummer 11 die aan de leiding gaat hoor. Ja, hij gaat waarschijnlijk zijn titel pro nog killen. Als ik zo door blijf gaan. Ik denk ondertussen heeft hij wel veel concurrentie. Ook bij Luc Cadé. Ook die komt langs waar hij niet erbij. Doe het wel mee. Ik heb het ook erbij komen. Guus van der Einde volgt op de derde plaats. En op de vierde plaats moet hij ook verkopen. Jason Noordam, die kan er niet aankomen. Nee hoor, Nederlands kampioen 2015 is Jan Kraus.